34 jaar, dat wou ik zeggen. Dat is mijn verjaardag, maar de kinderen stelen altijd de show. Happy birthday, dear mommy. You are way too long. Thank you guys. Thank you. Hello, baby. Hallo. Goedemorgen. Good morning. Hele goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Het is vrijdag en ik ga jullie even heel snel een update van het huis geven. Want Maven ligt in de auto te slapen. Dus ik moet even snel doen. Maar er is al heel wat veranderd. Er is al heel wat gebeurd sinds gisteren. Nou, voor jullie dan vorige video. Maar de kozijnen zijn dus zwart gespoten. Het muurtje wat jullie zagen, dat is voor de tv. Daar gaat die tv in. Wordt helemaal eromheen gebouwd. Heel mooi. En dan geverfd natuurlijk. En dan heb je de keuken. Je zag één deurtje dus wit. En Hos vroeg ons van wil je wit of zwart? Ik zeg weet ik niet. Ik vind beide mooi. En toen zei Remco van ja maar wit is niet zo. Dat komt dan dat bruine er doorheen. Dat viel eigenlijk wel mee. Maar gezien ik nu zie dat de kozijnen zwart zijn gespoten aan de binnenkant. Waarom niet gewoon dan zwart doen? Zwarte keuken. Met dat crèmekleurige off-white muren. Prachtig. Waarom niet? Ik denk dat we voor zwart gaan. Maar wat vinden jullie? Zou het wit moeten zijn of zwart? I don't know. Ik vind dat donker ook wel weer wat hebben. Maar goed, we gaan het zien. Ik ga het wel even met Hos bespreken. Ik ga even vandaag wat papierwerk doen. Als in, ik moet de Ejari registreren. Dat is dus voor gas, water, licht. Gezien het op mijn naam staat. Nou, dat is weer een update. Eén dag update. Er gebeurt van alles per dag. En boven hebben ze de vloer soort van afgemaakt in alle slaapkamers. Dus ik denk dat ze vandaag boven helemaal klaar zijn. En dan gaat het verfteam naar boven. Wat, dan moeten ze de vloer helemaal afplakken, wat beneden nog niet hoefde. Maar dan gaan ze beneden van start met het leggen van die vloer. Ik heb er vaker over geklaagd, maar ik doe het vandaag even weer. Omdat het zo verbazingwekkend is en ik ben zo gefrustreerd iedere keer erover. Ophalen op vrijdag. De kids ophalen op vrijdag. Echt waar, wat een... Kijk dan, ik ben al 10 minuten... Het is al 10 minuten te laat, zeg maar. En ik was hier op tijd, hè? Ruim op tijd. Of ja, ruim. Ik was in ieder geval op tijd. Ik zit al 10 minuten, of sta al 10 minuten in deze file. En dit gaat nog 30 minuten duren. Minimaal. En dat weet je gewoon. Dat is iedere vrijdag zo, zeg maar. Oh, en dan heb je ook nog dubbel geparkeerde auto's die eruit willen. Ja, ik kan geen kant op, gast. Dus, Ik was trouwens vergeten te melden. Ik ga mijn nagels laten doen. Maar ze hebben een nieuwe vestiging geopend. Dat doe ik mijn huid laten doen trouwens. Maar ze hebben een nieuwe vestiging geopend in Business Bay. Dat is downtown, zeg maar. En ik ben nu aan het zoeken in de hitte waar het is. Het is wel mooi hier. Lijkt op het oude gedeelte. Maar even kijken hoor. Ja. How are you? You moved here? The first time I came here for you. For me, yes. But you officially moved from Marina to here? Yeah. Or? No, we had two branches. On yeah, no, I mean you. You personally.
hallo. 26 oktober 2024. Please come. Ja, 34 jaar, dat wou ik zeggen. Dit is mijn verjaardag, maar de kinderen stelen altijd de show. Dit is mijn verjaardag. En ik heb vandaag iets aangedaan wat ik in Bangkok heb gekocht. En dit is resort weer. Echt weer. Muffie, even wachten. 2 minutes. Zij willen mijn verjaardag gaan vieren met cake. Ik heb ze beloofd, we gaan naar de winkel. Dan gaan we cake kopen. En dan, ja, zij mogen dat dan eten. En ze willen dan een kaarsje uitblazen. Of we nemen de cake mee en doen het thuis. Maar anders is er geen verjaardag voor hun, dus dat gaan we even regelen. Maar buiten dat, mijn verjaardagen bestaan eigenlijk uit helemaal niks doen. En dat is precies wat ik ga doen vandaag. Ik ga met de kids even naar de winkel en dan daar even wat taart halen. Ik moet even een pasfoto maken toevallig van mezelf, dus doe ik dat gelijk. Maar daarna ga ik alleen maar doen waar ik zin in heb. Ik ga gewoon een beetje naar bepaalde plekken toe waar ik al een tijdje heen wilde. Gewoon helemaal niks. Mensen die mij met rust laten en ik die gewoon mijn ding doe. Dat is zo zeldzaam in mijn leven dat ik dacht... Dat is wat ik wil voor mijn verjaardag. Dus dat gaan we doen. Met mijn nieuwe kleding. Heerlijke resort kleding heb ik aan. En we gaan gewoon, gewoon lekker mijn dag besteden zoals ik het altijd wilde. Als ik gewoon elke dag kon doen wat ik wilde doen, dan is dit wat ik zou doen. Zo ga ik mijn dag besteden. Can I take a picture? Rainbow cake. Can we take these? Please. That's a slice. Yeah, it's still good. But Mama, can I please have... Or we can take two. Look, the big ones. I know which ones helps. What does Mama like? What does Mama like? Look, there are roses there. Where? Over there. Roses? Yeah. In Dutch? No. How do we say happy birthday in Dutch? No. You can. Salah. In Arabic. Yeah. Do it in Arabic. Sana hewa yagami. Sana hewa yagami. Sana hewa. Sana hewa. Working, ma'am. Is this a rainbow cake? Cake time. Ma'am. You've been waiting for this. Okay, I'm gonna eat your cake then. No, this part is nice. Yeah. Nou, daar zit ik dan op de bank, 8 uur 's avonds in Dubai. En ja, normaliter zou een gemiddeld jarige, denk ik, in Dubai verjaardag anders vieren. Maar voor mij was dit goed. Vanochtend was het zelfs hectisch met de kids en er gebeurde van alles werktechnisch. Maar nu ben ik lekker om 8 uur thuis. Heerlijk, gewoon in mijn eentje, tijd doorgebracht. Ik ging naar Blabla, waar Chan werkte. Chan moest natuurlijk een heel spektakel meemaken met... Happy birthday taart of whatever, een stukje taart. Maar daarbuiten was het gewoon lekker rustig, lekker low-key. Niemand was daar. Heerlijk. En nu ben ik op tijd thuisgekomen. Ga ik op tijd naar bed ook. En ik ga tussen, het is nu 8 uur, nou rond 10 uur ga ik naar bed. En dan is er nog een klein cursusje dat ik wil volgen. Ga ik lekker doen en dan lekker slapen. En morgen eigenlijk nog een keer hetzelfde. Gewoon als verjaardagscadeau. Echt heerlijk gewoon dit.
Het is gewoon, hoe ouder je wordt, hoe meer je gewoon rust wil hebben. Nou, dat is wel enigszins gelukt. No. But we can make it personal, mama. Een hele goede morgen. We zijn nu bij het huis. Het is zondag. Dus het is niet druk. Dus niet iedereen werkt vandaag. Maar ik had trouwens een goede nachtrust. Dat wilde ik even zeggen. Op mijn verjaardag heb ik gewoon goed geslapen. Mag wel even gezegd worden. Anyway, we zijn dus in het huis. De kozijnen zijn zwart gespoten. De muren zijn hier klaar, zie ik. De plinten ook. Dat is best mooi, hè? Ja. Kijk, hier je kamer. Zijn nog niet helemaal klaar hierboven, zie ik. Dus, oh, kijk! Kijk hoe cool! Is dit mijn bed? No. Denk dat dat voor Maven is? Wow. Oh, dat is voor baby's. Ja. Ja, ik ben dus even rond aan het kijken in het huis, hoe ver ze zijn. En boven lijkt het klaar, maar volgende week moeten ze wel echt beneden doen, denk ik. In ieder geval de vloer. Het ziet wel mooi uit. Let's check in the bathroom. Maar... Let's check in the bathroom. Ja, we moeten de donderdag dus in kunnen. Nou, het hele huis gaat echt niet klaar zijn dan. Maar wel in ieder geval de bovenverdieping misschien. Ik ga even kijken. Oké, okay, ons bed is ook al daar. Veel. Maar goed, ik ga straks trouwens als Christa komt, mama, die komt vandaag weer. Mama, dan gaan we. Ja, denk het ook. Als Christa er is, dan. Maybe we have to search. Moeten we kijken. Ga ik een Indian outfit. Ik moet. Diwali begint dus volgende week en ik ben uitgenodigd voor wat Diwali feestjes. Dus ik moet echt een Indian outfit scoren en die kan ik alleen vinden in Bird Dubai. Tenminste, leuke. Dus daar ga ik even werk van maken straks. Maar voor nu even hier rondkijken. This house looks like Anna and Elsa's house. That's it. When it's all fixed, it looks like Anna and Elsa's house. I'm gonna be Elsa. Sorry. YouTuber? Yes. Can I film? Yeah, sure. Why not? See, like this. Okay, this is it's nice. A traditional Pakistani Indian boat, and this is like this. You can wear it at Diwali party or any wedding party. Okay, this is nice. I like this one, this color. Okay, I will show you the more design. Okay. What is this called? I know this is the lehenga style. Lehenga, yes. And, you can make the lehenga, you can make the gown. You can make and the sari. You can make this one sari. This one. Sari, lehenga, gown, it's a choice. Okay. And this one you can make the palazzo. You can yes. make the like a garara style, you know? Like a flowy garara. Okay. So this is just the fabric? Yeah, this it is has just to fabric. Be made. I got here a master. Okay. I will make proper your measurement. Ah. This is dupatta. And this is both sleeves. For sleeves, ah, okay. This is blouse part. This portion, see. This portion. Yeah. That's one. Okay. This one like this portion. But there will part. Be lining inside? Yeah, okay. We can put in the lining inside.
Oh, it's so big. So this is ready to wear. Yeah, this is ready to wear. But more luxurious. More luxurious, yeah. See, like this. Oh, this is nice. Yes, and see the color for Diwali and party. Oh, this is so nice. It's so heavy. Yeah. The fabric. It's totally heavy. Yeah. So how much is this? 10,200. Ah. So we have like for wedding party. It's starting. So close of the lines. Yeah, it should be up to here. 15 or 15 and a half. I think 15. Sorry. So it will be top separate, skirt yeah, separate, right? Separate. So how big is the opening? It's really up to you. If you want me to, like this? Not that much. Okay. Only the area you put your. This is our large land. So from here, how much you want? That much? I'm gonna show you a tiny. Yes. Only the area, please. You live here? No, I'm not planning to. So it should be 40 cents, right? Yes. I'm quite tall, so this is where it gets tricky with me. Can I use? Yeah, you can do this. You can practice your camera recording. So this is a star, right? Mm-hmm. It's on. It's now it's on recording. Okay. And if the red button is to stop it. Oh, okay. Or you can... This color? Anything? This one. Yellow color is very... And red color? You want red color? No, that's a bright color. Okay. Let's see this one. Sorry. It's okay. There is one. It's fine. Yes, because it's water. Wait, I want to have my body like this. Deze is tof blij. Ik ga deze voor Maven meenemen. Ja, zij spreekt Nederlands voordat ze denkt. Ja, waarom praat ze Nederlands? Beschikbaar. Dus, je kan go to our website. Ja, zo Engels en NL staat er dan bij. Er is toch muslin? Dat ja, baby. Is 100% katoen. Ja, ja, het is net zoals die wikkeldoeken. En we hebben ze ook in rompers. Ja. Die zijn echt heel schattig. Die zijn echt heel cute. Ik ben weer thuis en ik heb wat. Nou, niet wat. Ik heb best wel wat Indian kleding geschoord. Kijk. Dit is voor de hele familie. Dit is voor mij. Dat ga ik morgen aandoen. Dat is meer een traditioneel outfit, zeg maar. Dit is voor Maven. Dit is voor Memph. En dit is voor Mali. Mali matcht dan met mij. En ik heb ook voor Remco wat gekocht. Al is hij er morgen niet, want dit is voor morgen. Diwali feest. Een klein Diwali feestje. Zaterdag hebben we ook een Diwali feestje. En daar heb ik een jurk voor apart laten maken. Dus die mag ik vrijdag ophalen voor het weekend. Want Diwali begint woensdag en is 5 dagen volgens mij. Dus dan heb ik nog tijd. Ik heb dus gescoord. En ik ben er heel blij mee en benieuwd. Nou, ik ben altijd gefascineerd geweest van Indiase cultuur. Alles daaromheen. En nu mag ik het eindelijk zelf aandoen en van dichtbij meemaken. Dus ik ben heel blij. Dit zien jullie volgende week weer. En dan ben ik ook langs Ripe Market geweest. Dat is zo'n weekendmarkt in de winter hier in Dubai. En er staan wel eens Dutchies, zeg maar, Nederlandse startende ondernemers met hun producten. En dit is apples, zo heet dat, apples en banana's van Shireen. Heel leuk. Ja, kijk dan, hoe mooi. Dit is Koreaanse jongenskleding. Voor jongens tot en met 6 jaar. Nou heb ik die niet, want Memph is 6. Maar die wordt 7 over een maand of anderhalve maand. Wat overigens heel snel gaat. Dus had ze gezegd, nou neem het maar mee voor de meiden. Want het is best unisex. Ik bedoel, Mali zou dit ook aan kunnen doen. Dit is voor Mali, dit is voor Mevi. En dit is ook voor Mevi. Maar hoe leuk. Echt super fijn stof. Heerlijk. Nou, dit is Tess Support.
voor Shireen. Dus als jullie in Dubai zijn of hier wonen of komen, zou ik zeker bij Ripe Market gaan kijken. Dat is bij de Police Academy, zeg maar. Ik ben even lunch aan het maken voor de kids. Doe ik altijd de avond ervoor, dan hoef ik het 's ochtends niet te doen, want we beginnen hier nogal vroeg. Ja, ik wilde het nog vragen of Remco wilde afsluiten, maar hij is uit eten met zijn ouders en met zijn zus en weet ik het, hele familie. Dus, oh, hij stuurt me net een app. Zit in een restaurant. Nou, ik denk eerlijk gezegd niet dat we het voor elkaar krijgen dat hij gaat afsluiten. Sorry daarvoor weer. Deze week hebben jullie het zonder hem moeten doen. Maar als het goed is, volgende week bij de afsluiting, dan is hij erbij. En is hij weer in Dubai. Dus dat is dan wel weer een voordeel. Mocht ik hem nog treffen vanavond, zou ik vragen of hij wil afsluiten. Zo niet, dan moeten jullie het helaas met mij doen. En mijn slechte huid trouwens. Dus ik moet volgende week echt naar de schoonheidsspecialisten. Voordeel is wel dat jullie me nu zien afsluiten als... Ja, voordeel. 34-jarige in plaats van 33-jarige. Die vorige was ik nog 33. Dus een heel groot verschil. Mocht Remco niet meer komen, thanks voor het kijken. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Mocht hij nog wel komen, dan krijgen jullie waarschijnlijk nog een heel verhaal hierachter. Maar vanuit mij in ieder geval, thanks voor het kijken. En tot de volgende video. Mwah.